mooi zien hoe ons schip reageert als we een gematigd schip ontmoeten. Eerst wordt de kop weggeduwd. Is net vertrokken, die heeft hier langzij dat ponton dat baggerzand geladen. Dus die is eigenlijk vlak voor onze neus gaan varen. Staf voor de Veronica, ja, dan ga ik langs. Komt er maar door, maar ik ben even van tussen gegaan omdat het gemakkelijker is. Super, hartstikke bedankt. De schipper legt dus gewoon even netjes uit dat het haar beter leek om alvast te gaan varen, maar dat ze ons er nu rustig langs laat. Kom ik eraan het bakbord langs, hè? Lijkt wel duidelijk aan welke kant we er langs gaan. Ik hou ervan om dat soort dingen toch even kristalhelder af te spreken als het kan. Mogelijk er langs te gaan, zodat we met de zuiging zo min mogelijk last van elkaar hebben. Maar ik kan niet al te veel naar bakboord, want daar ligt allemaal steen op de bodem. Dus dat is niet zo heel diep. En om het oplopen makkelijker te maken, zal het opgelopen schip rustiger doen, rustiger aandoen, vaart minderen. Want als je opgelopen wordt door een ander, word je toch stilgetrokken. Als wij opgelopen worden door een echt groot schip onder water, dan gaan we zelfs bijna achteruit. Zodra we er langs zijn, ga ik even bedanken. Maar dat is niet alleen om dankjewel te zeggen, maar vooral ook om te laten merken dat ze weer een vaart kunnen gaan maken omdat we vrij zijn. We zijn er langs, bedankt hoor. Het schip voor ons is aan het manoeuvreren. Ik kwam net uit het water aan een bakboord van bruggen af. We denken dat hij rondgaat, maar misschien wil hij ook wel de leien op. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar zoals hij nu ligt, kunnen we er al niet goed langs. Want daar een stuurboord is niet zo diep. Daar wil ik niet komen. Oké, dankjewel. Maar je ziet aan zijn schroefwater van zijn boegschroef dat hij ruimte aan het maken is. En hij weet ook dat wij het voor stroom hebben.
Die gaat zichzelf in de problemen werken. Ja. Dat heeft niet het gevolg dat die cargo gaat oplopen. Dit oplopende jachtje heeft niet gehoord dat dat schip met die oranje boeien zijn voorloper gaat oplopen. Dus over een paar minuten staat totaal geen ruimte meer. Dus hij denkt dat er nu langs kan, maar het gaat tegenvallen. We zijn bij sluis Evergem. De haven zo schutten, volle bak. Evergem voor Eknam. Hoe is je kort? Hoi. C'est peut-être mieux pour je me mets derrière le Napoléon, non, si c'est possible. Oui, ça va, et le bateau Napoléon au milieu. Ah, non, le Napoléon est déjà devant moi, hein. Mais le Napoléon est derrière le défi. Et le triade, il se met derrière le Willem Junior, non? Pour vous, c'est possible au mieux de mieux, au mieux à côté le bateau Napoléon. Et derrière le Napoléon, c'est pas possible? Non, c'est trop juste. Je pense ce n'est pas possible. Parce que défi c'est 73 mètres et Napoléon c'est 64 mètres. Et moi je fais 77, hein, 7 quoi de long. Ja, maar hij heeft uitgerekend. Oké, ça va. Hij heeft uitgerekend wel. Oui, puis le Ludovicat is venir à bord à moi. Merci. Veronica? Ja, ik heb het meegekregen. We gaan naast dat kopverband. Oké, is er wat. Hij gaat erachter, gaan wij bij hem langs zijn. Yep. Dat is ook inderdaad de raar opgelost. Yes. Voordat we gingen invaren hebben we van de sluis onze plek in de sluis gekregen en de volgorde van de invaart. Maar hier in Evergem, ja, is dat niet altijd even juist en moet je er altijd zelf ook nog een beetje over nadenken. Dat heeft de schipper naast ons het kopverband gedaan en komt dat beter uit als het gaat zoals hij gaat. Dus wij gaan nu bij hem langs zijn.
ja, ik zit erin te kijken. Net ook al, toen we wegvoer bij 50. Zoveel schepen de sluis in moet, dan duurt het altijd erg lang. Voordat iedereen ligt, voordat alles is uitgezocht. Dus we willen wel zo snel mogelijk naar binnen. Tegelijkertijd wachten we natuurlijk even tot iedereen ligt. Triade wel iemand achterop staan, helemaal een bakboord. Maar die heeft alleen maar aanwijzingen. Die is niks met een touw aan het doen. Maar ja, die triade gebruikt een hoop schroefwater, dus even kijken wat dat wordt. Triade maalt jouw grieten vast, zo dat kan ik niet aanvangen. Daarachterop gebeurt nog steeds niks, sterker nog. De matroos gaat nu gewoon naar boven de stuur, dus daar wordt geen touwtje achter vastgemaakt. En normaal vind ik het niet zo erg om met een draaiende schroef van een ander schip in te varen. Maar hij maakt me te veel schroefwater. Even hè, als die triade achter niet vastmaakt, kom ik er niet in, hè? Nee, maar denk dat hij nog wat vastmaken is, hoor. Nou, vanaf waar wij zitten is dat niet zo. Maar nu komt er dan toch inderdaad iemand een touwtje vastmaken, zo te zien. Op die reden achter een touwtje vast moet maken, hoor. Ja, maar dat bedoel ik. Ja. En dan staat hij daar met een touwsluis, dat is niet eens al nog klaar. Veronica, het is je wachten. Ik maak hem gelijk verschieten. Okay. Je kunt zien hoeveel schroefwater die triade maakt. Ik heb zeeschepen gezien die meer schroefwater maken. Bij zijn voorschip zie je het schroefwater van zijn boegschroef. Dat is ook heel veel. Wat? Ah, kut. Even tussendoortje. Je hoorde net op de marifoon de buurman in de sluis naast ons. Dan heb ze vergeten het licht op groen te zetten. Maar in plaats van niet maken, zijn ze niet voor de eeuwigheid aan het vastmaken. Ja. Hoop gedoe. Ik heb mijn handen vol aan om het schip op zijn plek te houden. Ik kan het ook al achteruit gaan, maar dat schiet ook niet echt op. Dus. Die heb ik gemaakt. Heeft hij de schroef dus nu wel afgezet, maar het water is nog steeds gek zoals we dat noemen, dus ik heb nog steeds alle kanten opgezet.
ik moet nu erg gaan oppassen dat ik niet onder de kont van dat geladen schip aan de stuurboord terecht ga komen. Sterk opsturen naar bakboord, gas bijgeven, zodat ik ruimte schep. Dat ik straks naar de stuurboord in kan sturen om de kont vrij te maken. Even, ik ben even bezig. Uitvaart. Dus ik heb dat wel even met beide buren goed afgesproken. Je ziet dat aan de andere kant van de sluis met vaart ook druk is. Ze liggen ook vrij breed, dus uitvaart, wij hebben ze al de dorsten langs zien te wringen. Schip voor ons, de Napoleon, heeft al een blauw bord bijgezet. Dus dat gaan wij zo ook doen. Het schip voor de Napoleon, dus voor het schip voor ons. Die gaat nu sterk bakboord uit. Die gaat daar liggen, want hij heeft problemen met zijn motor, met zijn kopschroef. En die heeft even het schip wat in de kleine sluis aan bakboord naast ons uitvaart opgeroepen. Zodat hij daar rekening mee kan houden. En wij moeten daar ook even goed op letten op die uitvaart. Dat Napoleon de bakboordkant op gaat zoeken om alle schepen die voor de sluis liggen te passeren. Wij gaan dat waarschijnlijk ook doen. We volgen, want anders wordt het zo'n weefgetouw, dan raakt iedereen de weg kwijt. Emily? Ouais, ici, madame, parce que devant moi, le modèle, ça a été aussi un problème. Oui,
oké. Met tot ziens. Merci. Het was dus het schip uit de sluis naast ons, waar ik even afspraak mee heb gemaakt. In te schieten. Maar ik moet wel even heel goed opletten. Achter ons varen ook nog minstens 3 schepen. En daar zal deze opvaart ook rekening mee moeten houden. Tijdens de hele uitvaart uit de sluis ons blauwe bord bijstaan. Zodat iedereen weet wat we van plan zijn. Canada, Triade. Canada. Wachtwachter. Waar de versluizen? Ja, oké, goed en plaats. Hartstikke gevonden.